Goedendag. Het is vaak zonnig weer ook op de Waddeneilanden. Deze foto ontving ik vandaag, gemaakt op Vlieland, die eindeloze stranden en de blauwe lucht. Qua temperatuur is het daar ietsje minder omdat die noordenwind ervoor zorgt dat er wind vanaf het water komt en dan blijft die temperatuur wat achter, maar uit de wind in de zon is het ook op de Waddeneiland prima toe. en dan kan je ook gewoon op een terrasje zitten. In het zuiden van het land ja, daar zit men ook lekker buiten. Daar hogere temperaturen. En ook vandaag zal dat weer het geval zijn. Dan is het ook weer heerlijk om in het park op een kleedje te gaan zitten. Laten we maar eens gaan kijken wat deze week het weer gaat brengen. Dat doen we aan de hand van het Amerikaans model, de weerkaarten daarvan. En voordat ik die aanzet. Laat ik u eventjes uh, attenderen dan op het hoge drukgebied boven de oceaan, boven Ierland en boven Groot-Brittannië. Dat hoge drukgebied dat ligt daar. En we zien ook juist de buienactiviteit in het zuiden van Europa. Ook heel duidelijk aanwezig. Daar is het veel grilliger, het weerbeeld, dan in onze omgeving, waar het overwegend droog is. En als ik dan die animatie voor deze week aan ga zetten, dan vallen twee dingen op: dat hoge drukgebied, dat verandert nauwelijks van positie, blijft daar liggen. En we zien elke dag die buienactiviteit in de middag omhoog poppen in het zuiden van Europa. Daar dus echt wel een wat wisselvallig weerbeeld. Maar bij ons houden we de invloed van dat hoge drukgebied. Dat betekent wel een noord- tot noordoostelijke stroming, heel vaak, waardoor temperaturen enigszins getemperd worden. Zeker in de noordelijke helft van het land is dat goed merkbaar. Maar er zijn wel flinke zonnige perioden en het blijft ook overal droog. Dat geldt ook voor de maandag. Temperatuur dan in het noorden van het land, zo tussen 15 en 17 graden. In het midden en zuiden van het land gaan we naar 18 of 19 graden. Ook echt wel iets minder zacht dan vandaag, want vandaag komt de temperatuur boven de 20 graden uit. heeft alles te maken met die noordelijke wind die hier staat, die matig tot vrij krachtig is. Ook morgen hier en daar wel wat wolkensluiers die voorbij schuiven. Op dinsdag krijgen we echt een temperatuurdipje, dan dalen we richting de 17 graden en is er ook echt wat meer bewolking aanwezig. Maar woensdag volgt direct herstel. Kan het zomaar 23, 24 graden worden? Misschien in het uiterste zuidoosten zelfs wel lokaal zomers warm. En de dagen erna, nou, dan hebben we ook te maken met temperaturen zo rond de 20 graden en flinke zonnige perioden. En u ziet het al, er staat geen neerslagsymbool in de kaart, want als we naar neerslag gaan kijken, dan moeten we echt wachten tot de loop van niet komende week, maar die week dat we voorzichtig weer een signaal zien qua neerslag kortom de komende week is het dus gewoon droog weer in ons land. Dan tot slot nog even iets over de temperatuur. Dit is de temperatuur voor Midden-Nederland dan zien we duidelijk dat dipje op maandag en dinsdag wat lager, juist op woensdag die piek als die temperatuur goed gaat oplopen en daarna blijven we zo scharrelen tussen de 17 en 20 graden, soms wat hoger, soms wat lager. Voor Midden-Nederland is dit. Gaan we naar het zuidoosten kijken, dan zien we dat het daar echt wel een stukje warmer blijft. Want de temperatuur ligt dan over het algemeen vanaf woensdag boven de 20 graden. Kortom, de zomer gaat beginnen in de loop van de week. De meteorologische zomer, op 1 juni is dat het geval. En het ziet ernaar uit dat het weer gewoon mee gaat doen. Nog een fijne dag.